Als ik bij jullie bedrijf binnenkom, dan? Voel je je thuis. Oké. Ik voel me thuis. Waardoor? Wat kenmerkt jullie bedrijf op het thuisgevoel? We kennen de klant. Mm-hmm. Dus als ik de auto aan zie komen rijden, dan weet ik aan het kenteken te zien. Oh, echt? Ja, meestal weet ik wel wie het dan is. Weet je ook waar ze wonen? Soms ook nog. Ja. En als ik gewoon een auto zie rijden, dan kan ik ook aan het kenteken wel zien of de klant is of niet. Ja, dat is een tik, denk ik. Maar... Ja, wel een hele nuttige tip, denk ik. Ja. Ik kom binnen, dan voel ik me thuis. Wat maakt het dat ik me bij jullie thuis voel en waarom het belangrijk is? Ik denk dat wij een heel laagdrempelig bedrijf zijn. Mensen komen makkelijk bij ons binnen. We hebben niet een groot bedrijf waar je echt een receptie hebt waar je als klant komt en ja, waar je je moet melden, zeg maar. En ze komen binnen, zoals mijn vrouw al zegt, worden herkend. Ja. En dat gaat lekker spontaan. Ze kunnen ook vanaf de receptie bij ons de werkplaats in kijken. De monteurs hebben contact met de klanten. Dus we zijn eigenlijk een groot familiebedrijf. Hoe lang bestaan jullie? Wij bestaan nu inmiddels 44, 45 jaar. In 68 is mijn vader begonnen. En in 90 ben ik daar binnengekomen. En sinds een jaar of 13 is mijn vader heeft een stapje terug gedaan, is met pensioen gegaan. En zijn wij verder gegaan. 90 ben je erin gekomen. Ja. Maar voor die tijd was je dan ook het zoontje van dat altijd daar rond en het rennen was en spelen. Ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan ben ik op de zaak geweest. Ja. Okay. Ja. Ik kan me niet anders herinneren dat ik iedere zaterdag aan het werk was. Je had zelfs een kamertje daar. Ik had zelfs op de oude zaak waar we zaten in het bedrijf. Een kamertje waar ik na schooltijd heen kon om huiswerk te maken. Hingen daar ook van die posters? En met posters en zo. Ja, en, okay. Met auto's. Ja. En, onder andere. Ja, oh, ja. Kijk, oh, jullie kennen elkaar al toen? Ja, wij kennen elkaar 26 jaar. Wauw. Ja, dat is wel echt leuk. Maar je wilde vroeger dus altijd al eigenlijk gewoon. Jouw passie is om dat over te gaan nemen? Ja, eigenlijk weet ik niet anders dan dat ik automonteur wilde worden en later de zaak over zou nemen. Wat zou je anders doen als je geen automonteur was? Ik denk dat ik iets met computers had gedaan. Ik heb ook wel een passie en dat vind ik ook erg mooi. Ja. Maar dat past wel weer heel goed samen. De elektronica gaat steeds verder. Ja. En wij werken, wat je net hoorde bij de andere mensen, dat ze met iPads werken. Wij werken ook met iPads. Ja. Alle elkaar hebben een iPad. Dus we doen wel veel met elektronica en computers. Maar ook de besturing van de auto's. Vaak, we moeten even inpluggen om te kijken waar de storing zit. Dus dat is helemaal niet meer met schroefjes en boutjes zoals het vroeger was. Nee, je bent steeds meer bezig met diagnose stellen. Ja. En aan de hand daarvan ga je repareren. Dat is anders dan vroeger. Wat is daarin veranderd voor jullie? Waar zie je dat in terug? Wat ik wel eens jammer vind, is dat bij de oude techniek, daar ben je echt met de auto bezig. En dan moet je op gehoor bezig. En met de nieuwe auto's is het eerst uitlezen om verder te zoeken. Het is wel moeilijker om diagnose te stellen. Wil het zeggen dat echt sleutelen voorbij is dan nu? Nee, dat gaat ook gewoon door. Maar het elektronische aspect komt wel steeds meer aan bod. Ja, oké. Okay. Dus we blijven sleutelen. Dat is eigenlijk het gaat gewoon door. Gelukkig wel. Dankjewel. Ja.